Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe video. En vandaag is het echt zo heet. Gutsen, het is verschrikkelijk. Ik ga vandaag wat testen. Wat ik ga doen, ik ga het beste en het lekkerste eten hier in Amsterdam bestellen. Maar, daar houdt het niet bij op. Ik ga het vergelijken met het beste en lekkerste eten uit Vietnam. Nee, niet Vietnam. Uit Eindhoven. Dat is volgens mij oprecht even ver vliegen. En dan zal je waarschijnlijk afvragen, maar Koen, je gaat eten bestellen, beste, lekkerste en meest vieze. Dan ga je vergelijken van wat dan lekker en wat viezer is. Maar wat drink je dan de hele tijd? Say no more. Maak kennis met Arab. Arab is super lekker. Wat dus is, je vult deze hele fles met water. En dan denk je van, ja, maar we drinken toch gewoon water. Ho! Daar ga je de fout in. Deze pots, die zorgen voor magie. Door middel van geur, denk je hersen van, dat is lekker. Ik drink in dit geval Cassis. Want je Cassis ruikt en dan smaakt het naar Cassis, maar je drinkt gewoon water. Super healthy, super top. Ik kan me zo voorstellen dat het slechtste eten in zowel Amsterdam als Eindhoven niet heel gezond is. Dus dames en mensen, drink lekker je water. Heerlijk, Arab. Top. Ik heb dus een hotel geboekt in Eindhoven, omdat ik oprecht denk, als ik daar het slechtste eten eet, dan kan het zomaar dat ik overlijd, maar ik kan in ieder geval zeker niet meer rijden. Ik ga het testen met broodjes. Ik vind dat je dat goed kan vergelijken. Kijk, friet kan op zich ook, alleen friet is altijd moi. Je hebt nooit dat je friet bestelt en denkt van wauw, dit was echt super lekker. En stel, ik doe als beste nu sushi en als slechtste friet, ja, dan kan ik dat niet vergelijken als in Eindhoven. Daar hebben ze sushi misschien nog wel helemaal niet uitgevonden. Weet ik veel. Dus ik heb hier een slagerij met 518 beoordelingen en een 5 gemiddeld. Nou, dat is natuurlijk top. Neem we dit broodje, heerlijk broodje. Broodje Zeedijk. Laat ik twee broodjes nemen. Broodje rosbief guacamole. Daar ben ik wel benieuwd naar. Neem ik die ook. Ik heb ook het slechtste restaurant gevonden. Grill Room de Middle East. Nou, ze hebben hier wel broodjes. Het is wel een beetje friet. Dus eigenlijk precies, daar spreek ik mezelf tegen. Maar ik ga hier ook voor broodjes. Ik pak hier een broodje shawarma. Heerlijk. Een schotel zonder een klein broodje pad en shawarma vlees. Geen broodje, geen saus. En dat 17,50. Te duur. Vies eten. Maar dat niet gaar. Kip was glibberig en vies. Ik heb het weggegooid. Zo vies. 1,5 uur moeten wachten. Dat kan gebeuren. Maar zo'n fiasco. Bestel ik nooit meer bij 20 euro voor een vies klein broodje shawarma. Bam. Ja, dat ziet er niet echt goed uit. Ben ik eerlijk in. Het is ook nog duurder dan die andere broodjes. Ik ben benieuwd. Ze zijn allebei besteld. Ongeveer dezelfde tijd. De ene 5 minuten eerder. Ik ben benieuwd hoe laat ze binnenkomen. Dat is vaak in ieder geval al stap 1 waarom je zegt een beoordeling krijgt. Dus op zich valt hier al wat. Uit wat voor leven, dames en heren. Zeg, ik vind het nu allemaal nog wel oké, maar ik moest ook naar Eindhoven. Holy shit. Oké, de eerste is binnen en het is uit de... Oh, krijg nou. Is dat even toeval? Eigenlijk is dit het dure, alleen dat is slecht gerate. Nou, het komt in een plastic zak en ik heb, er zit wel een plastic vork bij. Maar ik vind het raar, want bij de goed gerate heb ik 1 zakkie, maar er zitten daar nog 2 broodjes in. Ja, is het antwoord. Kijk, ik heb hier dat eerste broodje. Dat is de broodje Zeedijk. En hier een broodje zalm. Met guacamole. Eerst proeven een broodje Zeedijk. Het zijn gewoon best wel kleine pistoletjes, daarom zijn ze ook niet heel duur, denk ik. Ik moet wel even drinken hebben, hoor. Oh, gelukkig heb ik een Arab fles. Een Arab fles. Ik ben oprecht benieuwd. Daar gaan we. Dit is oprecht gruwelijk lekker. Heerlijk. Broodje Zeedijk, grote aanrader. Ik ook even een hap van het andere broodje. Ze waren allebei trouwens best wel snel. Ik denk dat ze allebei binnen een minuutje of 20 waren of zo. Ah, dat is wel lekker, maar die Arab is echt, dat is echt... Echt heerlijk. Oké, zalm, guacamole. Ook lekker, maar kijk, het heeft natuurlijk slagerij vet. Een slager is natuurlijk vlees. Dan moet je eigenlijk geen vis bestellen, dan moet je lekker bij een visboer doen. Dus dat is niet handig geweest voor mij. Maar het is wel lekker, daar niet van. Maar die zou ik niet nog een keer bestellen, man. Ik zeg eerlijk, deze daarentegen, broodje Zeedijk, dikke 9. Deze een 6. Gaan we door naar het laagst gerated. Met een 1,6 out of 10. Het zit ingepakt in een beetje aluminiumfolie. Ah, nou je zou zeggen, dit eet niet makkelijk, als je het zo ziet. Dit is niet makkelijk eten zo. Dit is een lastig eten, durf ik zelfs te zeggen. Er zit nog wat zout bij. Nee. Oké. Okay. Nou, dat ziet er hartstikke lekker uit. Het is warm, heel warm. Ik ben benieuwd. Ja. Die vind ik niet zo lekker. Er zit niks op. En het grote probleem met deze broodjes, mensen, en dat is denk ik waarom ze weinig cijfers krijgen. Want bij mij zijn ze gewoon warm, dat is het probleem niet. Maar het smaakt nergens naar. Ik eet gewoon letterlijk een broodje met niks. Het proeft nergens naar. Nou gaan we dit broodje shawarma even proberen te eten. Nou, dit wordt natuurlijk helemaal niks. Oeh, stop in. Dat is toevallig. Dit broodje shawarma proeft dus precies hetzelfde als het broodje dat ik net had. Ook nog niks. Ik mis echt knoflooksaus, man. Maar een 1,6 is wel heftig, moet ik zeggen. Ik zou zeggen, allebei de broodjes krijgen van mij een 5. Want het smaakt helemaal nergens naar. Met name dit broodje Zeedijk. Mocht je aan Amsterdam wonen, is dit een grote aanrader. Ik merk dat ik een beetje in zak en as zit, mensen. En dat komt. Ik moet het even erg met jullie over hebben. De laatste tijd en ook deze video heb ik het natuurlijk al over gehad. Alleen, ja, ik heb dus een beetje problemen. Ik moet dus nu naar Eindhoven. Ja, dat vind ik echt verschrikkelijk. Maar ik kan mijn paspoort ook niet vinden. Dat is ook irritant. Ik ga even goed zoeken naar mijn paspoort. Eet nog een lekker hapje. Dan is het op. Naar de hol van de leeuw. Naar de stad van Europa. Heerlijk. Oké, mijn koffer is ingepakt. Toiletspullen, nieuwe kleding. Ik heb eventueel een zwembroek.
ID zit hierin. En natuurlijk niet te vergeten. Hoppa. Mijn geheime stack Arabs, want die moet je altijd meenemen als je op reis gaat. En ik ga nu op reis. Het is voor mij een vlucht van ongeveer 1 uur of 20. Maar dan ben je ook ergens. Het allerslechtst gereten eten in Eindhoven. Dames en heren, het is een dag later, maar ik ben in Eindhoven. Het heeft even geduurd. Ik ben zo lang onderweg geweest dat ik er nu pas ben. Ik ben gisteren samen met onder andere Rut naar Guus Meeuwis geweest. Het was te gek. Het was echt top. Het was top, hè, Rut? Het was top, het was perfect. Nu gaan we iets eten van 56 online. Dat is al een naam waarvan je denkt, dit kan niet goed zijn. Ik ben zwaar benieuwd, het duur is nu onderweg, maar dat ga ik niet hier opeten, want dan red ik niet qua tijd. Jezus, die geur, ouwe. Bro. Ik heb hier een pita kipfilet met cheddar. Ik maak het open en het ziet er zo uit. Bro, holy shit. Heerlijk. Rut, kom even een hapje nemen. Yo. Pita. Jawel, neem een hapje. Ja, met cheddar. Fuck? Kan je niet verkopen dit, man? Gadverdamme. Boy, en niet de beuken, man. Ik haal hem niet weg. Dat lekkere ga je hier niet eten. Nee, man. Stond. Ja, sorry. Dit krijgen ze een 2 op Uber Eats. En dat is echt... compleet terecht, want het is niet de beuken. Hoppa, lekker. Oké, we zijn weer veilig aangekomen. Ik heb het eten bij me. Het zal niet heel warm zijn voor de warme dingen die erbij zitten. Want ja, ik heb even in de auto gezeten. Ik ben alweer een beetje bijgekomen. Gisteren heb ik dus, zonder grappen, 3,5 uur erover gedaan om van Amsterdam naar Eindhoven te komen. Dat is toch bizar? Ik heb net natuurlijk dat vieze eten op in Eindhoven wel. Dat was wel echt ruim tijd binnen. Dit kwam echt binnen toen ik wegging. Ik heb besteld bij Tex heet het. En ik krijg 4,9 ster in Eindhoven. Nou, dat moet toch goed zijn. Ik heb hier... oh, wow. Pannenkoekjes met chocola. Dit ziet er oprecht wel heerlijk uit. En hier een soort broodje met kip. Wauw. Moet je kijken. Helemaal lekker en heerlijk en lekker. Maar dat was het nog niet. Nee, absoluut niet. We hebben ook nog French toast met bacon. Daar heb ik op dit moment bijzonder weinig zin in, moet ik zeggen. We hebben gisteren met Guus Meeuwis zoveel bier gedronken. Zoveel bier. Dat moet natuurlijk ook, anders kom je er ook niet doorheen, kan ik je vertellen. En ik heb nog... oh nee, het is helemaal open. Gadverdamme. Ik heb nog een soort French toast, maar deze zijn vegan. Die leg ik gelijk weg. Ik ben met name benieuwd naar dit broodje, man. Dit broodje ziet er bijzonder lekker uit. Het beste van Eindhoven. Ik ben toch zo reuze benieuwd. Het is niet warm meer. Een avocado kip sandwich. Dit is bijzonder lekker, man. Ik heb ook wel eens gevreden bij het kip in Amsterdam. Die is ook lekker. Maar deze is wel echt beter, man. Kijk, ik ga nu beginnen aan de pancakes. Dus kan je je voorstellen dat je samen met Rut op een hotel ligt. En dan kom je om 4 uur 's nachts thuis. En je hebt echt van, ja, we moeten echt gaan slapen. Want we moeten allemaal dingen doen en zo morgen. En dan zegt hij, weet je, ik ga nog even in bad. Dan lig ik daar in bed en dat bad lag aan het bed vast. En dan kijk ik omhoog en dan zie je ineens rustig zijn blote koker staan wat hij nog in bad wil. En voor mijn gevoel heeft hij oprecht nog 1,5 uur in bad gezeten of zo. Tot 6:30. Dat is toch niet normaal? Dan ben ik niet goed. Wow, dit is lekker, maar zoet. Dames en heren, ik denk dat ik hem wel overwogen keuze kan maken. Qua vies eten was het vieze eten in Eindhoven echt oprecht 10 keer zo vies als in Amsterdam. Die pita, dat was echt van een ander level. Dat was echt, dat is gewoon niet weg te beuken. Het laagst gereten eten in Amsterdam was niet lekker, maar kan je wel eten. In Eindhoven, dat kan je oprecht niet eten. Ik denk dat als ik dat hele ding had opgegeten, dan had ik hier niet meer gezeten. Als het nou je oprecht niet meer zijn. Het best gereden eten daarentegen was bij allebei heel lekker. Je verwacht het niet. Dames en heren, dit zijn de uitspraken. Je verwacht het echt niet. In Amsterdam van de slagerij was heerlijk. Echt een lekker broodje. Echt gewoon een makkelijk lekker broodje. Maar dit is een soort kunst. Plus, ik heb gisteren natuurlijk wel, ik denk 140 bier op. Dan smaakt het altijd wel lekker. Dus, het laagst gereden eten was het lekkerst in Amsterdam. Maar het best gereden eten, ja, ik durf bijna mijn bed niet uit te krijgen, is het lekkerst in Eindhoven. Dames en heren, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Koop je Aeroflash. Staat de link in de beschrijving. Aero is top. Smaak door geur. Heerlijk. En mega gezond, dames en heren. Want drink je water, het is zo belangrijk. Ik neem er even een lekkere hap. Bedankt voor het kijken. Later.